als je kijkt naar mensen die een zorgbehoefte hebben, dat geldt voor ouderen, dat geldt voor mensen met een psychische gezondheidsprobleem, dat geldt voor mensen met verstandelijke beperkingen. Nou, dat zijn mensen die hebben zorg nodig en die willen graag kijken of ze een stapje hoger kunnen. Dan heb je de vrijwilligers, je hebt de mantelzorgers en daarbovenop heb je de beroepskrachten. Dat is een soort piramide. In de nieuwe situatie straks in 2015 verwacht ik van de gemeente daadkracht en duidelijkheid. Daar bedoel ik mee dat ik vind dat ze het vooral heel snel allemaal moeten invoeren, de nieuwe situatie. Maar ook dat als het eenmaal ingevoerd is, dat de nieuwe situatie, dat ze daar ook heel daadkrachtig in optreden. Dat ze snel de zaken afhandelen, dicht bij de mensen, korte lijnen. Als je nou denkt van, nou weet je wat, we gaan daar even de helft weg bezuinigen, want dat kunnen die vrijwilligers ook allemaal. Ja, dan gaat dat gebouw op een gegeven moment scheef trekken. En dan gaan dus die vrijwilligers gaan scheef trekken. Wat ik zeker ook hoop en verwacht is dat de gemeente gebruik gaat maken van alles wat er in Delft al is op dat gebied. Er is een heel goed netwerk van vrijwilligersorganisaties, aangestuurd door Diva Delft. Ik zou zeggen, hou vooral ook goede dingen die al bestaan overeind. Dat heb je wel eens, dan loopt iets verschrikkelijk goed. En iedereen is enthousiast. Er is een klein beetje subsidie voor nodig. Ja, en dan wordt er toch besloten om dat maar, ja, je hebt toch ergens, dan is er ergens een brug die 10 miljoen te veel kost. Nou ja, dat moet je ergens weer terughalen, weet je wel. En dan gaan we dat project wat nou net zo goed liep, dat trekken dan de stekker uit. Dus doe dat nou niet. Van mij mag de gemeente verwachten dat ik zo lang mogelijk vrijwilligerswerk blijf doen. Ik doe het nu ruim 10 jaar, heel veel. Ik zal het misschien wel wat gaan afbouwen, maar ik wil graag zo lang mogelijk vrijwilligerswerk blijven doen.